Okie dokie. Daily challenge. Tijd. Ik wil eens een ander kleurtje erbij hebben. Liever niet de brons, alsjeblieft. Waar heb ik die hier? Oké. Argentinië is groot. Dus ik moet wel iets meer informatie hebben dan alleen dat ene bordje. En ik weet dat er genies... Zo noem ik het maar even. Really? Ik weet dat er genies zijn die dit zien en gelijk weten waar we zijn. Ja, nee, ik niet. Ik zou daar toch graag iets meer info voor zien. Gezien dit zou ik denken dat dit vlakbij de Uruguayanse grens is dan? Dat zou je denken. Dat zou logisch zijn namelijk dan. Misschien is het hier wel de Europese grensovergang. Oké. Okay. Have a nice trip. Of dit is de grensovergang naar... Dit is in ieder geval een grensovergang naar iets. Dat sowieso. Kijk, want dit is met dit en... Ik zou hem hier wegzetten, denk ik. Misschien dat ik er regio... Oké, dus we zitten hier. We zitten hier. Misschien dat we zelfs een naam krijgen. Ik ga ervan uit dat er hier meer dan één grensovergang is. Misschien ook wel niet. Ja, dichtbij genoeg. Was dat degene waar ik hem bij wilde zetten? Nee, want ik wil hem hierboven wegzetten. Dus het is maar goed dat ik hem niet ergens anders weggezet heb. Oeh, yay. Denk dat het niet is wat ik denk dat het is. Ik denk dat dit India is. Bangalore. Waarom ontsnapt het aan mijn hoofd? Bangalore. Is dat India? Is dat... Oké, laten we hem hier eens opslaan. Laten we dan eens kijken of we in ieder geval kunnen bevestigen krijgen dat het inderdaad India is.
Maar dan, dan is India flink uitgebreid, denk ik. Want dit is ook niet die andere stad waar we toen straks. Waar we de vorige keer zaten. Wat ik zeg, ik ben er vrij van overtuigd dat dit India is. De naam Bangalore doet een belletje rinkelen. Sowieso. Maar het komt niet aan, zeg maar. Dat is een beetje het probleem. Ik weet niet of dit een. Is hier oké. Ik ben blij dat ik hem daar weggezet heb. Oh god. Zal Bolivia of Peru zijn? Heel eventueel nog het. Nee, dit is niet. Ik denk niet dat dit het noorden van Chili gaat zijn. Ik moet letten op de. Dat is geel, hè? Die hiervoor ook. Nou zijn dit natuurlijk. En het vrachtwagens. Dus die kunnen inderdaad van verder weg komen. Maar. Ik gok wel. Ik heb trouwens nagekeken. Het is inderdaad wit voor particuliere voertuigen en geel voor commerciële voertuigen. En dan bedoel ik dan mee van zakelijke auto's, etcetera, etcetera. Oké. Jezus. Ik heb. Wat ik zeg, ik heb geen idee waar ik dit moet gaan zoeken. Wat ben jij behulpzaam misschien? Nope. Palomonio. Ik heb. Wat ik zeg, ik heb echt. Ik heb echt geen idee waar ik dit moet gaan zoeken. Het is echt een... Ik doe het omdat hier de bergen wat hoger lijken, maar. Waar had ik hem weggezet in eerste instantie? Daar, hè? Ja, dat was wel ietsje verder weg geweest. Nee, ik heb wel een goede keuze gemaakt. Voorlopig dan. Dit lijkt me Europa te zijn. Een bus kun je nooit vertrouwen. Het is Luxemburg.
Daar is Luxemburg. Zeventien moet ik hebben. En anders Vianden of Tikrich, maar we weten dat steden in Luxemburg nooit echt heel gemakkelijk te vinden zijn. Even kijken, want ik zie hier 15 en 12 en zo zitten. 10, 12, 18, 19, 14, 16 nog een keer, 10, Jesus. Mijn ogen klapten even dubbel en liet je dat zien als 18. Heb ik hem überhaupt al wel weggezet? Dat zou beschamend zijn. En volgens mij is het ook nog wel eens dat, als ik het goed herinner, dat soms de namen niet helemaal overeenkomen met wat hier op de borden staat. Waar is 17, jongens? Daar is 17. Daar is Dietrich. Waar is dan, wat was het? Vianden is daar. We zitten op weg 17. Hoe kan het vanaf, is dit ook nog weg 17 dan? Dat zal, anders dan zegt hij dat niet. Of het is, daar is weg 17 plus deze twee steden. Dit lijkt me ook Europa te zijn. Het zou Engeland kunnen zijn. Engeland / Schotland / ja, het is Engeland. Nee, dat was niet de bedoeling, jongens. Ik vind het zo fijn als Geocacher voor mijzelf de beslissing neemt welke kant dat ik op wil. Hé, je wilt absoluut deze kant op. Nee, dat wilde ik niet. Jawel! Nee! Maar mijn rust. Ah, kijk. Nou, dan was dit niet wat ik dacht. Laten we daar heel duidelijk over zijn. A93. Dat ga ik niet zien. Dus ik moet toch echt wel iets meer hebben. Dan moet ik echt wel een naam van een stad hebben. Ik hoop eigenlijk dat ik gelijk net uit zou hoppen, maar goed. Aberdeen ligt nog wel een stukje over. Aberdeen ligt wel een stukje over, ja. Of dit moet weer zoiets zijn net zoals we toen in Kopenhagen gehad hebben. Was het een universiteit? Volgens mij was het een universiteit ook. Maar goed, nogmaals. A96, A92 willen we hebben. Om zo dicht mogelijk bij te komen. In principe, tenzij ze ons echt compleet voor de gek houden. A92 hier. Oké, dat helpt al heel veel zelfs. Wat was die?
Wat was deze? Dat was A93. Dus eigenlijk moeten we even een stukje zoeken waar de A92 aansluit op de A93. Is het nog steeds de A92 dan? Alleen noemen ze het anders. Ik denk het wel. Want ik ben volgens mij... hier. Dit is de plek waar ik nou sta volgens mij. Of nee, deze. Want dit is die tennisclub. Ja. Had ik de A93 ook nooit gevonden. Dan moeten we wel eerlijk over zijn. Fuse Summary, kijk. Ander kleurtje. In plaats van al het zilver. Oh, dat is fijn, maar het was ook geen hele moeilijke ronde, laten we heel eerlijk zijn. Ik bedoel, met uitzondering van Peru hebben we gewoon echt daadwerkelijk letterlijk alle locaties gewoon op een bordje gekregen. Zo van, hier heb je het, dat is wat makkelijker. Maar goed, het is fijn om het eens een keer te hebben. Nog eens een keer te hebben, dan moet ik zeggen. En ik heb de vorige keer heb ik natuurlijk door mijn eigen dommigheid ook wel echt punten laten liggen. Met name die ene waarbij die op dingen zat. Op Newfoundland. Maar goed, dat was hem voor vandaag. Morgen weer een dag en een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.